Dit is Buikspierkwartier 6. We gaan vandaag in twee onderdelen doen. We beginnen met planken. Dus gewoon de rechte plank en de side plank. En die ga je 5 minuten lang volhouden. En elke oefening doe je 30 seconden. Dus we gaan beginnen met de rechte plank. Jullie doen de makkelijke manier voor en ik in de moeilijke. Je gaat staan. Je houdt je ellebogen en je schouders in rechte lijn. En je heupen en je schouders ook op een rechte lijn. Dit hou je 30 seconden vol. Dan ga je wisselen naar de side plank. Ook je ellebogen en je schouder in rechte lijn. Je duwt je heup omhoog. En je zet je voeten op elkaar. Is het te moeilijk voor je balans, kun je ook je voeten achter elkaar zetten. Weer 30 seconden. Wissel je naar de andere kant. Precies hetzelfde, alleen aan de andere kant. En dit doe je dus 30 seconden. En 5 minuten lang, dus je komt erop neer dat je 3 keer de rechtse side plank doet, 3 keer de linkse en 4 keer de rechte plank. Succes alvast met deze oefening. Dan gaan we naar de volgende. Dit gaan we doen in de vorm van Tabata. Dit kun je op YouTube opzoeken, maar je kunt ook zelf de tijd bijhouden. Dat betekent dat je 20 seconden aan het werk bent en 10 seconden rust en dan 4 minuten lang. Er zal nog wel een linkje onder verschijnen, zodat je op Tabata komt. Nou, wat we gaan doen is, we gaan eigenlijk alleen maar sit-ups doen. Dit kun je gewoon in je voeten recht hebben en je kunt ook je voeten tegen elkaar plaatsen. Ga naar achter, tik de grond aan en tik de tenen aan en terug. Dit ga je dus 20 seconden doen en dan heb je 10 seconden rust. Nou, wat we gaan proberen is, je probeert het 80 keer te halen. Dus 10 herhalingen per 20 seconden. Kijk maar even hoe ver je komt en succes!